Primera, mijn eerste zelf gebouwde harp. De eerste. Dit was ooit een harp van de Mid-East. Dat zijn harpjes die je vrij goedkoop kunt krijgen. Die heb ik helemaal uit elkaar gehaald om te weten hoe harpen gebouwd zijn. En weer opnieuw in elkaar gezet. En dat is wel 4-5 jaar geduurd bijna. Ik heb alle onderdelen aangepast. Ik heb er een nieuw klankblad ingezet. Van Fijnspar uit de Alpen komt dat. En daar hebben ze een heel kort groeiseizoen. Dat zie je ook heel mooi op deze harp. De nerven die zitten allemaal heel dicht op elkaar. Waardoor je heel dun en stevig hout krijgt. Ik had een aantal constructieproblemen onderweg. Op de bodem, als je goed kijkt, dan zit hier zit een klein kiertje en hier een grotere kier. Dat is zeil die drukt met alle gewicht hier die kant op. Ik heb wat extra schroeven in moeten zetten. Achteraf gezien heb ik ook de nerfrichting eigenlijk hier verkeerd om gehad, waardoor de bodem een beetje gebogen is. Ik heb ook hier begonnen op een gegeven moment de lijm los te laten, dus dan heb ik een extra stukje hout opgeschroefd. Ter versterking, het houdt goed. Vooral de grootste bottleneck eigenlijk was uiteindelijk de goede snaren vinden voor de harp. Dus is wat lager gestemd, de toonladder van as. Tijdens snaren opspannen is eigenlijk ook de harp te veel naar achter geschoven hier. Maar ja, ik laat het maar zo, want de klank is er in ieder geval niet minder om. Spelen. Mooie klank, heel groot volume, dus het is in ieder geval gelukt om de klank te verbeteren. Qua constructie heeft hij wat kinderziektes, maar ik kan ermee leven.